We zijn hier bij de gieterij om te laten zien hoe dat een beetje in zijn werk gaat. Even voor de duidelijkheid, ik heb dus eerst een wasmodel gemaakt. Dat wordt hier in een mal wordt dat gemaakt. Die mal die wordt weer gebruikt om een volgend exemplaar mogelijk te maken. Je kan hier dus zien dat duidelijk de was weer ingegoten is. Ik heb het gedaan vanuit het logo van Sparta. Want dat wilde ik, en dat was ook de opdracht, om zo getrouw mogelijk aan het oorspronkelijke model van de voetballer je te houden. Dus ik heb daar geen tekening voor hoeven te maken. Het stond al op papier. Ik heb het alleen zo, niet in de moderne vorm, maar in de ouderwetse vorm, zoals het op het logo ook staat, heb ik vorm gegeven in 3D. En dan uiteindelijk ga je gewoon met wasmodel ga je modelleren. En dan ga je letten op het shirtje, het ouderwetse shirtje vorm, het kopie out, et cetera. Het is nog een grote bal. Als je verhouding neemt, bal, voet, dan is het nog ouderwets. De ballen zijn tegenwoordig wat kleiner dan de ouderwetse leren ballen. Dus die details heb ik er wel in laten zitten.